Het is heerlijk om je te laten meevoeren door je verbeelding. Kijk maar naar kinderen, hoe ze spelen op straat, hoe ze fantaseren, hoe ze typetjes bedenken. Dan opeens is een kind een hond, dan een kat en dan speelt hij met zijn autootje of met zijn pop. Verbeelding die helpt de mens door de moeilijkste tijden heen. Ik moet nu vaak denken aan mijn grootvader. Hoe hij in die bezettingsjaren, hoe toen Den Haag bezet was, hoe die piano speelde voor zijn gezin. Hoe die boeken las, verhalen voorlas. Ik herinner me ook heel goed die beelden van nog niet zo lang geleden. Die beelden die de wereld overgingen via de televisie. Van die eenzame pianospeler op de puinhopen van zijn stad. Van die danser. Ik herinner me ook een ontroerende foto. Van een oudere heer die op de rand van zijn bed zit. En zijn slaapkamer is één puinhoop door een bombardement. En wat doet hij? Hij rookt zijn pijp en hij luistert naar muziek. De grammofoon staat aan. Een hele ontroerende foto. Ik heb gisteren voor mijn boekenkast gestaan. En ik heb eens gekeken. En ik zag daar boeken vol verhalen, sprookjes en ook gedichten. Ook gedichten die ik van jongs af aan eigenlijk gelezen heb. En ik heb ze uitgezocht en ze liggen hier. En ik wil heel graag nu eruit voorlezen. Zoals uit dit gedichtenboekje, Facetten der Nederlandse Poëzie. Onze moeder ging met mijn zusjes en mij iedere maand, zou ik zo zeggen, naar Vogel. Een tweedehands boekwinkel op het Spui. En wij mochten dan struinen in die winkel en wij mochten boeken uitkiezen. Zoals dit boekje, Facetten der Nederlandse Poëzie. Ik was nog heel jong, 11 jaar, en een gedicht raakte me, De Bult Spreekt. Ik herinner me dat ik dat voorlas tijdens een verjaardag en de mensen luisterden verbijsterd. De Bult Spreekt. Van Willem Elschot. Hier is de bult, de rammelkast, de knobbelvent, de leuke gast, de dwerg die het hoofd omhoog moet steken als hij zijn zonen toe wil spreken, de knotwilg met de gekke stam, waar bovenop een reuzenzwam genesteld is voor al mijn dagen en die geen mens eraf kan jagen. Hij huist daar reeds zo lang mij heugt. Hij was de duivel mijner jeugd, die het al verpest heeft en bedorven en glorie tot mijn scha verworven. Hij heeft mijn trouwdag meegevierd en alles naar zijn zin bestiert, mijn rok ontsiert, mijn bruid doen blozen en gal gespuwd op hare rozen. Zo deed en doet hij moord op moord, al zit hij stil en spreekt geen woord en ziet, nog hoort, nog maakt gebaren. Hij vreet mij op met huid en haren. Gij, die reeds alles hebt misdaan, wat doenbaar is in één bestaan. Gij kerels met uw zwart geweten, die slapen kunt, nog rustig eten en schichtig door het donker waart. Komt op, geeft hier wat u bezwaart. Ik zal het torsen zonder klagen, als gij zo lang dat ding wil dragen. Die man met die bult, die sprak mij als kind heel erg aan.
En wat mij ook aansprak, was Hans Christian Andersen. Schetsboek zonder schetsen, heet dit boekje. Hans Christian Andersen was nog heel jong en hij verhuisde naar de stad. In de inleiding schrijft hij: ik ben een arme knaap. Ik woon in een van de nauwste straatjes der stad. Maar aan licht ontbreekt het mij niet, want ik woon heel hoog en heb een uitzicht over de daken. Gedurende de eerste dagen van mijn verblijf in de stad gevoelde ik mij zeer eenzaam en beklemd. In plaats van het woud en de groene heuvelen verhieven zich slechts zwarte schoorstenen aan mijn gezichtseinde. Niet één enkele vriend had ik, niet één bekend gezicht groette mij. En eens op een avond stond ik diep bedroefd aan het venster. Ik opende het en keek naar buiten. Ah, welk een vreugde vervulde mijn ziel. Ik zag een bekend gezicht, een rond, vriendelijk gelaat, dat van mijn beste vriendin uit mijn geboorteplaats. Het gelaat der maan. De lieve oude maan was onveranderd, nog geheel dezelfde als toen zij vroeger door de wilgenbomen aan het moeras op mij neerzag. Ik begroette haar en zij liet het schijnsel diep in mijn kamertje binnenvallen en beloofde dat zij iedere avond, wanneer zij uitging, enige ogenblikken dat zou doen. En deze belofte is zij ook getrouw nagekomen. En iedere keer, wanneer de maan komt, vertelt zij het een en ander wat zij de vorige nacht of dezelfde avond gezien heeft. Teken gij slechts op wat ik vertel, zei zij tot mij bij haar eerste bezoek, en dan zult gij een heel aardig schetsboek krijgen. Zestiende avond. Ik ken een politienel, zei de maan. Het publiek jubelt zodra het hem ziet. Elk zijner bewegingen is kluchtig. En bij elk barsten alle toeschouwers uit in een luid gelach. En toch is niets bij hem bestudeerd. Het is alles natuur. Toen hij nog als kleine jongen met de knapen rondsprong, was hij al politienel. De natuur had hem daartoe bestemd en met een bochel op zijn rug en op zijn borst voorzien. Zijn inborst daarentegen, zijn geest was rijk begaafd. In diepte van gevoel, in veerkracht van geest, overtrof hem niemand. Het toneel was de wereld van zijn idealen. Had hij een slank en welgebouwd lichaam gehad, dan was hij de eerste treurspeler van ieder toneel geworden. Het heroïsche, het grootse vervulde zijn ziel. En toch moest hij politienel worden. Zelfs zijn smart en weemoed vermeerderde de kluchtige droogheid van zijn scherp getekend gelaat en wekte het gelach op van het talrijke publiek dat zijn lieveling bijval schonk. De minnige Colombine was wel vriendelijk en goed jegens hem, maar wilde het liefst toch met Harlekijn trouwen. Het zou toch ook te belachelijk geweest zijn wanneer in de werkelijkheid de schoonheid en de afzichtelijkheid zich met elkander hadden verbonden. Als politienel uit zijn humeur was, kon Colombine alleen hem een lachje
Ja, zelfs een hartelijk lachje afpersen. Eerst was zij met hem melancholiek, dan iets rustiger. En ten laatste echter van blijdschap vervuld. Ik weet wel wat u scheelt, zei ze. Ja, het is de liefde. En hij moest lachen. Ik en de liefde, riep hij uit. Dat zou er grappig uitzien. Wat zou het publiek applaudisseren? Zeker, het is de liefde, ging zij voort en voegde er dan met kluchtige opgewondenheid bij. En ik ben het die gij bemint. Zoiets mag men wel zeggen als men weet dat er geen sprake van kan zijn. En Polichinel sprong dan lachend in de hoogte en alle melancholie was vergeten. En toch had zij slechts de waarheid gesproken. Hij minde haar innig, zoals hij het verhevene en grootse in de kunst beminde. Op haar bruiloftsdag was hij het vrolijkste van allen. Maar 's nachts weende hij en had het publiek het vertrokken gezicht gezien, het zou geapplaudisseerd hebben. Deze dagen stierf Colombine. En op de dag der begrafenis werd van Harlekijn niet gevorderd dat hij zich op de planken vertonen zou. Hij was immers een bedroefde weduwnaar. De directeur moest iets kluchtigs laten opvoeren, opdat het publiek niet te zeer het gemis zou gevoelen van de aanminnige Colombine en de vlugge Harlekijn. Daarom moest Polichinel dubbel uitgelaten zijn. Hij danste, sprong met vertwijfeling in het hart. Men applaudisseerde en men juichte. Bravo, bravissimo. En Polichinel werd teruggeroepen. Oh, hij was onvergelijkelijk. Gisternacht wandelde het kleine gedrocht alleen de stad uit naar de eenzame godsakker. De krans op het graf van Colombine was al verwelkt. En daar zette hij zich neer. Het was om te schilderen. Hij leek op een monument. Een Polichinel op een graf. Eigenaardig en kluchtig. Had nu het publiek zijn lieveling gezien, zeker zou het geapplaudisseerd hebben. Bravo, Pulcinella. Bravo, bravissimo. Dit schetsboek staat vol van deze juweeltjes van verhalen. Sprookjes. Een hele plank van mijn boekenkast staat er vol mee. Toppunten van verbeelding. Ik heb dit boek voor u uitgezocht. Nelly's grote vertelboek. Sprookjes en vertellingen van mevrouw van Kool, bijeengebracht door Nelly van Hichten. Een Perzische sage. Hoe de rozen in de wereld kwamen. In heel oude tijden was de lotusbloem de koningin van alle bloemen. Maar ze dacht te veel aan zichzelf en haar eigen schoonheid en vergat daardoor dikwijls haar plichten. De bloemen waren hier op de duur niet mee tevreden. En ze zonden een afgezant naar haar schepper, met het verzoek hun een nieuwe koningin te geven. En zie, hun wens werd vervuld.
De witte roos verscheen op aarde. En ze huldigden haar als koningin. Vol bewondering keken alle bloemen naar haar op. En de nachtegaal was zo verrukt over haar, dat hij naar haar toe vloog en haar kuste. Maar dit beviel de trotse heerseres niet. Tot straf voor zijn vermetelheid boorde ze haar dorens in het vlees van de arme vogel. Het bloed stroomde uit zijn wonden en kleurde de roos rood. En sinds die tijd bloeien naast de witte ook de rode rozen. Dan weet u dat, dan weten jullie dat, hoe de rozen in de wereld kwamen, een Perzische sage. De babbelachtige schildpad. Een Indisch sprookje. Er waren eens een koning en een schildpad, die allebei veel te veel babbelden. De koning heette Brahmadatta. Hij woonde in een mooi paleis te Benares en regeerde over miljoenen mensen. Maar hoe rijk en hoe groot hij ook was, toch eerbiedigde het volk hem niet. En wanneer hij door de straten reed in zijn wit en gouden koets met lopers ervoor en erachter, dan waren de bedelaars gewoon te zeggen: daar gaat er een die zijn mond niet houden kan. Hij babbelt en babbelt en niemand anders heeft gelegenheid om een woord te spreken als hij aan de gang is. Hij zegt in één dag meer dwaasheden dan Harisarman in zijn hele leven deed. Vertel nooit je geheimen aan Brahmadatta, want dan blijven het geen geheimen. Harisarman, de koninklijke minister, was eraan gewend de mening van het volk over de koning te horen en dit griefde hem erg. Maar hij wist niet om koningsbabbelzucht te genezen. En hoe meer hij erover dacht, des te moeilijker scheen het hem toe. De schildpad woonde in een vijver in de tuin van de koning. En zij hield nog meer van babbelen dan Brahmadatta zelf. Ze praatte de hele dag met de papegaaien en met de apen en met de vissen en met de kolibrietjes, totdat ze moe waren van het luisteren van haar stem. Die sticht wat een kwaad, riepen de vissen elkaar toe, als ze onder het zand verborgen lagen. Ze vertelt aan de kraanvogels waar onze schuilplaatsen zijn en die halen ons eruit en eten ons op. En ze heeft aan Herman, de papegaaienkoning, verteld wat de apen van zijn staart gezegd hadden. En daardoor veroorzaakten ze een ruzie tussen de apen en de papegaaien die niet meer bijgelegd kan worden. Het is een afschuwelijke babbelkous, nog erger dan Brahmadatta, zeiden de kolibrietjes. Laten we maar hopen dat iemand haar te logeren zal vragen, zodat de koning met zijn hofstad naar zijn paleis gaat. Maar toen de warme dagen kwamen en de koning naar zijn zomerpaleis ging op de hellingen van de Himalaya, werd de schildpad in de vijver achtergelaten. Harisarman was ook in het paleis achtergebleven om nog wat werk af te maken voordat hij weer de koning volgde. En op een ochtend, toen hij dicht bij de vijver wandelde, zag hij twee wilde eenden die op de grond waren neergestreken, dicht bij de plaats waar de schildpad zich in de zon lag te koesteren.
Waar gaan jullie naartoe? Vroeg de schildpad dadelijk. Wij gaan naar een prachtige plaats in de Himalaya, waar we elk jaar een poos blijven. Ze heet de Gouden Grot op de Schone Berg. Dat klinkt mooi, zei de schildpad. Toe, vertel eens, hebben jullie daar een vijver? Nee, maar er zijn daar meren en rivieren die veel beter zijn. Ga met ons mee, dan kun je het zien. Nu verveelde het de schildpad altijd in de vijver te zitten. En sinds haar tong haar zoveel vijanden gemaakt had, was het leven in de tuin van de koning heel onplezierig voor haar geworden. Maar ze begreep niet hoe het mogelijk was dat zij naar de Gouden Grot zou kunnen reizen met de wilde eenden. Ja, als ik vliegen kon, zou ik zeker met jullie meegaan, zei ze. Oh. Dat is niets. We willen je wel meenemen, zeiden de eenden. We houden dan de uiteinden van een stok in onze snavels. En jij houdt je er in het midden met je bek aan vast. Als je maar niet loslaat, dan zal het best gaan. Dat kan ik makkelijk doen, riep de schildpad uit. Nee, dat kan jij niet, zei haar Arizarban bij zichzelf, terwijl hij dit alles van achter de bomen bekeek. Want dat betekent dat jij je mond moet houden en dat kun jij niet, schildpad. En toen ging hij terug naar het paleis en maakte zich klaar om de koning te volgen naar zijn zomerverblijf. En de wilde eenden vlogen de lucht in met de schildpad tussen zich in. Kom maar nooit meer terug, babbelzieke schildpad, piepte de visjes haar naziende. Oh, de schildpad had zo graag willen zeggen. Ik ben niet van plan dat te doen. Houden jullie je ellendige vijver maar zelf. Maar ze beet flink op de stok en bedwong zich, want ze wilde niet pardoes weer in de vijver vallen. Verder en verder vlogen ze, over velden en dorpen en steden. En telkens als ze ophielden om even te rusten, zeiden de wilde eenden dat ze haar mond moest houden, want anders zou ze doodvallen. De volgende dag, toen ze weer aan het vliegen waren, riep een vrouw die op het veld werkte. Kijk eens! Twee wilde eenden die een schildpad aan een stok met zich meeslepen. De schildpad werd zo boos toen ze dit hoorde, dat ze op het punt was te antwoorden. Wat kan jou dat schelen? Maar ze bedwong zich, hoewel ze in haar woede de stok half kapot beet. Spoedig vlogen ze over het paleis van koning Brahma Datta. En in de stad beneden gooiden enige jongens met stokken naar de wilde eenden. Laat die vette oude schildpad toch vallen, riepen ze. Dan zullen we er lekker soep van koken. De schildpad kon het niet langer uithouden. Soep, gilden ze. Wij zullen van jullie soep maken, apen van kinderen die jullie bent. Dit was ze tenminste van plan om te zeggen. Maar toen ze haar bek opende om het eerste woord te zeggen, liet ze de stok los en viel bons op het plein van het paleis waar de koning met zijn hovelingen aan het wandelen was. Arizarman en de anderen snelden toe om haar op te rapen. Maar ze was morsdood. Welke les kun je hier nu uit putten, wijze Arizarman? Vroeg Brahma Datta. Is die schildpad misschien uit de hemel komen vallen om ons te waarschuwen? Nee. Ze werd door de lucht gedragen door twee wilde eenden.
Met uw goedkeuring zal ik u haar geschiedenis vertellen, zei Harisarman. En hij vertelde den koning wat hij in de tuin van het paleis had gehoord en gezien. De koning luisterde stilzwijgend toe en zei na een lange poos: dit ongeluk geschiedde dus alleen daardoor dat ze haar mond niet kon houden. De minister boog en de koning werd weer stil. Het komt me voor, Harisarman, zei hij ten laatste, dat ook ik soms wat te veel praat. De hovelingen zagen Harisarman aan. Ze dachten dat hij zou zeggen dat de koning nooit te veel kon praten, omdat de hele wereld het heerlijk vond naar hem te luisteren. Maar Harisarman ging rechtop staan en zag de koning vlak in de ogen. Gelukkig het koninkrijk, welks koning zijn eigen fouten kent, zei hij rustig. En gelukkig de koning die zo trouwe raadgever heeft als gij zijt, antwoordde Brahmadatta. Wij zullen een gouden schildpad in het paleis laten zetten om mij aan het lot van deze schildpad te herinneren. Nu werd er een gouden schildpad op een pilaar in de grote zaal gezet. En telkens als de koning daarnaar keek, herinnerde hij zich wat er gebeurde met de praatzieke schildpad. Hij vroeg of Harisarman hem wou leren wijzer en minder babbelziek te worden. En langzamerhand leerde hij te zwijgen wanneer dit nodig was. En zijn onderdanen verachten hem niet langer. Een sprookje van Annie M. G. Schmid. De rechter en zijn toverhoed. Er was eens een oude dief die een koe gestolen had. Dat is iets heel ergs. En hij zat dan ook in een cel in het raadhuis te wachten op zijn vonnis. Oei, 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 oei. Wat was die dief bang, want hij wist dat de rechter van de stad een hele strenge, knorrige, humeurige, sombere man was die nooit iets door de vingers zag en zeker niet een hele koe. Daar zat de arme dief en hij wacht en hij wacht. Maar het duurde erg lang voor hij geroepen werd en dat kwam omdat de rechter nog niet steeds binnen was. En ook alle raadsheren en advocaten in de rechtszaal zaten maar te wachten. En de rechter kwam niet. Dat was nog nooit gebeurd. Hij was altijd op tijd geweest. Wat was er dan toch met die rechter? Wel, hij was 's morgens zoals gewoonlijk naar de rechtszaal gewandeld en onderweg liep hij langs de havenkade en daar had de wind, foetsch, zijn hoed in het water gewaaid. Daar stond hij nu. Een rechter zonder hoed is helemaal geen rechter, dat begreep hij wel. Hij kon zo niet het gerechtshof binnenkomen. Hij zag zijn hoed midden in de haven drijven en stond daar met zijn handen in het haar. Tante Keetje, dacht de rechter opeens. Dat was een idee. Hij had namelijk een heel oude tante die op de havenkade woonde in een heel oud huis. En tante Keetje, die wist overal raad op.
O, lieve tante Keetje, zei de rechter toen hij binnenkwam, mijn hoed is in het water gewaaid. Zeg u eens, wat moet ik nu doen? Wacht maar, jongen, zei tante. Ik heb nog wel een hoed voor je op zolder. Ze zei altijd jongen tegen hem, hoewel de rechter een oude, knorrige, strenge, humeurige, sombere man was. Maar ja, tantes blijven altijd jongen zeggen, begrijp je wel? Tante ging naar boven en kwam even later met een keurige, ouderwetse, hoge hoed terug. Nu moet je wel oppassen, zei ze tegen haar neef. Er is iets met die hoed. Hij is al 100 jaar oud en er is iets heel raars mee. Maar ja, ik ben vergeten wat. Nu was het zo. Die hoed was een toverhoed. Als je die opzette, dan werd je opeens vrolijk. En gezellig en zonnig en blij in plaats van knorrig en humeurig. De rechter nam de hoed, draaide hem zo tussen zijn vingers en zette hem op. Nu moet je weten dat die rechter een streng, knorrig, humeurig, somber gezicht had. Maar meteen toen hij die hoed opzette, veranderde zijn gezicht. Het werd opeens oolijk en jolig en kwajongensachtig. Hij danste door de kamer en riep, hatje, daar heb je het nu al, zei tante. Zie je wel, neef, dat komt door die hoed. Zet hem alsjeblieft dadelijk af, want je hele waardigheid verdwijnt met die hoed. Maar de rechter dacht er eenvoudig niet aan. Hij pakte tante Keetje beet en danste met haar door de kamer en zong, o, Susanne. En toen liep hij dansend het huis uit en holde opgewekt naar de rechtszaal, waar alle raadsheren en advocaten plechtig zaten te wachten in hun zwarte toga's en waar de oude dief angstig op zijn strafbankje zat. Daar kwam de rechter binnen. Holdelerij, holdelerij, riep hij. Dag jongens, dag dief, hoe gaat het met jullie? Goeie hemel, wat schrokken al die deftige heren. Zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. Die oude, knorrige, humeurige, strenge, sombere rechter had opeens iets jovels gekregen. Hij was anders geworden. Zal ik uw hoed aanpakken? Zei de bode schuchter. Wis en deksels niet, zei de rechter. Ik hou hem op. En toen ging hij zitten en keek de dief met een knipoogje aan en zei, heb jij een koe gestolen? Ja, edelachtbare, zei de dief. Wat onaardig van je, zei de rechter. Wij mensen, wij moeten geen koeien stelen. Begrijp je niet dat je mij daar een groot verdriet doet? Jawel, edelachtbare, zei de dief snikkend. Oh, dan is het goed, zei de rechter vriendelijk. Ga nu maar naar huis en doe het nooit meer. De hele rechtszaal zat stom van verbazing te luisteren. Die rechter, die anders zo streng was, had de oude dief vrijgesproken. De dief ging naar huis en vertelde aan alle andere dieven dat de rechter toch zo'n aardige en joviale man was. Wij moeten maar niet meer stelen, zei hij. Hij heeft er verdriet van, die rechter. En de rechter die was zo tevreden met zijn hoed, dat hij hem nooit meer afzette. Behalve wanneer hij naar bed ging. En dat hinderde niet dat hij dan knorrig was, omdat hij dan toch sliep. En zo bleef hij
altijd vrolijk, zonnig, tevreden, vriendelijk. En langzamerhand werden alle dieven in de stad goede, brave mensen die nooit meer stalen. Nu zie je weer eens wat een toverkracht er in een hoed kan steken. Annie M. G. Schmid kan dus weergaloos verhalen en versjes schrijven. Generaties kinderen, ook ik, zijn met haar opgegroeid. Maar een ander die weergaloos kan vertellen, is Godfried Bomans. Zijn sprookjes zijn geweldig. Iedereen zou ze moeten lezen. Het aanzoek. Er woonde eens een jonge kikker in een gummibal. En die kikker was verschrikkelijk verliefd. Maar ja, hij dorst het niet te zeggen, want hij was een weinig verlegen van aard. Nu kende hij een oude kikker die al 4 maal getrouwd was geweest en dus wel wist hoe het te zeggen. Maar hij vertrouwde hem niet recht. En zo zwom hij besluiteloos op en neer, tot hij hem, hoe merkwaardig, juist tegen het lijf dreef. Wat doet gij hier, heerschap? Vroeg de oude kikker. Och, ik zwem maar zo'n beetje. Je bent verliefd, zei de oude kikker hem recht in de ogen ziende. Mijn hemel, hoe weet je dat? De oude kikker glimlachte. Ik heb meer met dat bijltje gehakt, zei hij. Ga zitten. Hou je bedaard. Het is heel gewoon. Hoe heet ze? De oude kikker zette grote ogen op. Dat zeg ik niet. Waarom niet? Wel, zei de verliefde kikker, omdat ze zo mooi is. En als ik het zeg, ga jij er misschien op af. De oude kikker slikte een stukje kroos door en keek de andere kant op. Want dat was juist wat hij van plan was te doen. Kom, zei hij na een tijdje, zeg het maar. Ik ben toch te oud voor die gekheid. En de verliefde kikker vertelde hoe zij heette en waar zij woonde. Een schat is het, besloot hij. Mooi, zei de oude kikker. Ik zal het voor je in orde brengen, hoor. Hoe moet ik je danken? Een klein cadeautje, zei de oude kikker. Zie maar eens, het hoeft niet veel te zijn, als het maar iets fijns is. En weg zwom hij. De jonge kikker ving nu een grote bromvlieg en ging ermee naar het huis van de oude kikker om hem deze aan te bieden. Doch toen hij voorbij het huis van zijn schat kwam, werd hij door een machtig verlangen aangegrepen. Hij zette de bromvlieg schuin overeind tegen een stengel en brak in tranen uit. Dit hoorde zijn schat en zij keek naar buiten en zag haar minnaar staan. Zijn witte buik glansde in het maanlicht en er scheen een groenachtig licht in zijn bolle ogen. En zij kwam naar buiten en zij vroeg, wat doet gij daar, heerschap? Hij zuchtte en sprak, ik breng een bromvlieg naar een vriend die mij zal helpen in mijn verlangen. Nu zette zij grote ogen op. Maar die is juist hier geweest, riep zij uit. En hij wou met me trouwen, maar ik heb nee gezegd. Mijn hemel, riep de verliefde kikker. En hij kwam het om voor mij te vragen. Toen was het hoge woord eruit. En zij trouwden samen
en gingen wonen in de gummibal. Toen nu die oude kikker de volgende dag langs haar huis kwam, vond hij het leeg en hij spoedde zich naar zijn vriend en belde aan. De jonge kikker deed zelf open en vroeg: "Wat doet gij hier, heerschap?" "Vriend," sprak de oude kikker, "ik heb u iets heel akeligs te vertellen. Zij is er met iemand anders vandoor." "Dat is zo," antwoordde de jonge kikker. "En die iemand ben ik." Toen zette de oude kikker grote ogen op en hij zwom zwijgend naar boven en ging zitten op een plomp blad. En juist kwam er een ooievaar voorbij. Hij vroeg niets en hij zei niets, maar pikte de oude kikker op en vloog heen. En de schaduw van de vogel viel over de gummibal op de bodem van de sloot. "Is er iets?" vroeg de jonge kikker. "Je bloost, zeg het me maar." "De ooievaar is voorbijgekomen," sprak ze. "Dat is het." En dat was het ook. En toen 3 weken later de jongen ter wereld kwamen, riep hun vader hen bij zich en vertelde hun deze geschiedenis. En zij vertelden het weer aan hun kinderen en ten laatste kwam het zo ver dat de geschiedenis gedrukt werd en op dit papier gezet. Hier is zij, lees haar goed. En als de grote dag gekomen is, ga er dan zelf op af en laat dit aan niemand over. Typisch een Godfrieds Bomans verhaal. Als je het ook voorleest, dan gaat het als vanzelf. Zijn taal is zo prachtig en naturel en rijk. Het gaat als vanzelf. Lees uw kinderen sprookjes van Godfried Bomans voor. Ik zoek nu een van mijn lievelingsboeken van het moment. Ik heb het nog niet zo lang in mijn bezit. Het heet Album van de Indische Poëzie. En het is samengesteld door Bert Paasman en Peter van Zonneveld. En daar staan werkelijk gedichten van eeuwenlang in, van eeuwen geleden tot nu, 4 eeuwen geleden. En alle facetten worden werkelijk behandeld daarin. Of je leert er gewoon veel van. Maar dit, wat ik nu ga voorlezen, is van Multatuli. Uit zijn roman Max Havelaar. Het is een fragment. Het gaat over liefde. En het hele lied van Saïdja gaat over liefde en eigenlijk over onderdrukking. Lied van Saïdja 1. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb de grote zee gezien aan de zuidkust, toen ik daar was met mijn vader om zout te maken. Als ik sterf op de zee en men werpt mijn lichaam in het diepe water, zullen er haaien komen. Ze zullen rondzwemmen om mijn lijk en vragen: wie van ons zal het lichaam verslinden dat daar daalt in het water? Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb het huis zien branden van Pa Ansu, dat hij zelf had aangestoken, omdat hij mataglap was. Als ik sterf in een brandend huis, zullen er gloeiende stukken hout neervallen op mijn lijk. En buiten het huis zal er een groot geroep zijn van mensen die water werpen om het vuur te doden. Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb een kleine Siona zien vallen uit een klappaboom, toen hij een klappa plukte voor zijn moeder. Als ik val uit een klappaboom, zal ik dood nederliggen aan den voet in de struiken als Siona. Dan zal mijn moeder niet schreien, want zij is dood. Maar anderen zullen roepen, zie, daar ligt Saidja met harde stem. Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb het lijk gezien van Pa Lisu, die gestorven was van hoge ouderdom, want zijn haren waren wit. Als ik sterf van ouderdom met witte haren, zullen de klaagvrouwen om mijn lijk staan. En zij zullen misbaar maken als de klaagvrouwen bij Pa Lisu's lijk. En ook de kleinkinderen zullen schreien zeer luid. Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb velen gezien te Badur die gestorven waren. Men kleedde hen in een wit kleed en begroef hen in den grond. Als ik sterf te Badur, en men begraaft mij buiten de dessa, oostwaarts tegen de heuvel waar het gras hoog is, dan zal Adinda daar voorbij gaan. En de rand van haar sarong zal zachtkens voortschuiven langs het gras. Ik zal het horen. Een andere plank in mijn boekenkast is gevuld met allerlei romans en verhalen van Louis Couperus. Ik heb het geluk dat ik sinds kort vlak bij de Sophialaan woon. En er is heel weinig voor nodig, maar je verbeelding die gaat dan spreken. En er komen van allerlei dingen tot leven. Van Louis Couperus. Bij grootpa aan de Sophialaan. Er was een glimlach, zacht in mij, als een vonk die altijd glimpte. Dat herinner ik mij uit mijn kinderjaren. Dat was als een kleine stille, gouden blijdschap om het leven, of liever om de kleine dingen van mijn klein leven. Als ik stout was geweest en men mij bromde, was ik niet lang onder de indruk. Dacht ik dadelijk, nou ja, ze brommen omdat ze moeten, maar heel erg was het niet wat ik heb gedaan. Ik zal nu niet meer stout zijn. En dan voelde ik de vonk warm glimpen. Als ik ziek was, dacht ik,
Nou ja, heel ziek ben ik toch niet. En het is zelfs wel prettig om een beetje ziek te zijn. Je blijft in bed. Mama is nog liever dan anders. De broers en zusters komen naar je kijken en bederven je een beetje. En de keukenmeid maakt aparte schoteltjes voor je. Die, hoe wit ook, en slapjes juist toch lekker zijn. Omdat je ziek bent als je ze eet. Als je in de tuin speelde, glimte er de vonk. Want dan was er zonneschijn over een nieuw gras. Vlinders fladderden of je snoepte frambozen. Of zelfs mocht je abrikozen schudden. Als je wandelde met mama, was er de vonk. Want je had een wandelstokje en je ging naar grootpapa, waar de juffrouw je onvergeetbare oeblietjes gaf. Of je ging naar tante, die een spel had met hele grote knikkers, prachtige knikkers, waar je niet mee mocht knikkeren, maar wel belegering spelen in de salon. Als de zusters naar het bal gingen, glimpte er de vonk. Want je zag ze dan zo mooi als nooit. Net kleine feeën in heel luchtige japonnetjes. En ze hadden iets schitterends wat ze anders niet hadden. Als je mee ging toeren of er was een buitenpartij, of je ging mee op reis naar de Rijn, glimpte er de vonk, omdat dat heel prettige dingen waren. Toen je naar Indië ging, op een ontzettend grote stoomboot, glimpte er de vonk. Want dat was zoiets verrukkelijks, als je het nauwelijks had kunnen verbeelden. In Indië glimpte er de vonk, omdat de zon zo goud was en een lucht heel blauw. Omdat er bomen bloeiden met bloemen. Omdat je een paard kreeg en een bendy. Omdat je je iedere dag 2 maal mocht baden en plassen in heel veel water. Omdat er witte koekjes waren en purperen vruchten. Op school glimpte de vonk dikwijls. En toen je de mythologie werd geleerd, schitterde het van vonken. Om geschiedenis ook glimpte de vonk. En eigenlijk glimpte de vonk altijd. Als een glimlach in je kleine ziel. Ook al waren er wel eens dagen dat de vonk niet glimte. En dan probeerde je je ongelukkiger te voelen dan je eigenlijk was. Maar inderdaad waren er zoveel lieve, mooie, aardige dingen om je heen en in je, dat de vonk heel gauw weer opglimpte als een klein, stralend sterretje. Louis Couperus als jongetje. En veel later, aan het eind van zijn leven, maakt hij onder andere met zijn vrouw een reis naar Japan. En weer thuisgekomen, vlak voor zijn dood, maakte hij de mooiste verhalen. Japanse verhalen. Ze verschenen in 1924. Het snoer der ontferming. De krekel. Desmorgen, in de eerste dagen dauw, slaapt soms nog de krekel geklamd aan een grasspriet.
Hij heeft de vorige dag de lange uren een blijde muzikant gelijk, hier en daar dwalende en dwarrelende, gefiedeld zoals hij het kan, omdat de zon scheen tussen de immense pioenrozen, die zijn de laatste purperen, en tussen de zeer grote leliën, die zijn de eerste en springen blank open met geurige bloembladeren, waartussen meeldraden scharlaken. Hij heeft in zijn gefiedel de dag, de zon, de schoonheid van de aarde, de weelde van Japanse bloemen, die zijn nergens zo groot als hier en zo geurig en zo schitterend bezongen. En toen de avond viel, was hij moe, de krekel, en klampte zich vast aan de grasspriet. Daar zit hij nog en slaapt, en de grasspriet is geheel bezet met dauwdiamantjes, en de diamantjes glinsteren ook over de slapende krekel, over zijn stille rug en klampende pootjes. Een vroeg meisje is blootvoets de tuin ingegaan om naar de dauw te zien. Ze draagt slechts een rood-zwart gestreept kimonootje en haar haar is zo vroeg slechts bijeengebonden met een glinstergouden band die buigt rondom haar voorhoofd. Ze is een kind, niet meer, dat vroeg ontwaakt de dauw wilde zien, want die hangt te droppelen aan de pioenen, die ligt te spiegelen in de lelies tussen de scharlaken meeldraden en bovenop de stampers. En in de spinnenwebben, waar de spinnen middenin reeds loeren, hangen de drauwdroppelen als met heel kleine gezaaide parelen. Het meisje heeft de slapende krekel ontdekt. Ze slaakt een gilletje van plezier, zich buigende aandachtig over en loopt dan naar binnen en komt terug, trekkende aan de hand mede een oudere zuster. Die is reeds in groen en gele kimono met convolvulus rank overstikt. De beide meisjes, buigende voorover, turen naar de krekel, voorzichtig als om hem niet te wekken. Maar het kleintje heeft een kooitje medegebracht, een heel klein vierkant kooitje voor een sprinkhaan, maar ook wel voor een krekel. Dat is voor een meisje bijna even lief om in een kooitje te hebben als een vogeltje. Ze geeft het kooitje aan de oudere zuster en die opent het deurtje met fijne vingertjes. En zijzelf, het kleintje, zij pakt nu voorzichtig bij de dichte vleugelschildjes de slapende krekel en wip glipt ze hem in het kooitje, terwijl het zusje het deurtje sluit. De krekel is ontwaakt, geheel nat van de dauw en ziet met grote ogen. Hij is gevangen. Hij is in een kooitje gevangen tussen meisjeshanden en meisjesogen vier, zien aandachtig en blij op hem neer. Hij kriebelt radeloos tegen de spijltjes. Zij lachen en zette hem neer in de geelhouten raampost. Daar stekelt blad op blad een cactus groen-grijs tegenaan. Oh, wat de meisjes blij zijn. Ze geven een rozenblaadje de krekel dat zij tussen de bamboestijltjes steken. De zon gaat op. Het is de grote zon des levens en de zon van hemel en aarde. Hij is gelijk de zon aan het aangezicht van Amida,
Die is de god van de hemellichtsluizen en van de alwetende wijsheid en goedheid. Amida weet waarom de wereld bestaat en waarom meisjes bestaan en krekels. De zon rijst stralende. Het is augustus. De bergen rondom bidden met extatisch gebaar, de toppen omhoog, de zon aan. De pioenen, de laatste, purperen op. De lelies, de eerste, barsten in levenswilde open met knop bij knop. In het kooitje, op de raampost, is de krekel vergeten. Maar hij ziet de zon en zet zijn lied in. Hij fiedelt en krast een vedeltje, de pootjes geklamd om de bamboestijltjes. Hij zingt zijn wanhoop van nietig insect tegen het oneindige licht uit, de hele dag, tot hij, zwijmt de zon, de greep van zijn pootjes slaat. En neerligt in het kooitje. Een waardeloos diertje, zwart en dood. Maar zelfs over een krekelziel erbarmt zich de ontzaglijke Amida. Een tijdgenoot van Louis Couperus was Herman Heijermans, een geëngageerd toneelschrijver. Hij heeft ook heel veel korte verhalen geschreven voor de krant. En die verhalen noemde hij Valklandjes. Hij schreef die verhalen namelijk onder een pseudoniem, Samuel Valkland. En hier in dit hele oude boekje van de Wereldbibliotheek staat een van mijn lievelings Valklandjes. En die ga ik nu voorlezen. Hevig avontuur van tante Mijntje. Of liever, hevig avontuur van tante Mijntje, Toto en Titi. Of nog liever, hevig avontuur van tante Mijntje, Toto, Titi en boze Benny. Tante Mijntje, mijn vele vrienden, ik zit hier zeer gemoedelijk bij een pijp en een kop thee, leefde sinds lange jaren met Toto en Titi, haar oude pukken, en met een poliep in haar neus. Toto was een vet teefje, Titi was een vet teefje, de poliep was in haar neus. Als tante Mijntje 's avonds heel gezellig zat, zat Toto in een leunstoel, Titi in nog een leunstoel en zij in de derde. De poliep was in haar neus. De herhaling van dit laatste, mijn vele vrienden, bedoelt geenszins de bespotting van een zo onaangenaam ding als een poliep. De poliep was in haar neus. De poliep behoorde ontegenzeggelijk bij tante Mijntje. Toto en Titi, die zouden haar niet herkend hebben en een weerbarstig gebromd tegen haar bevelen, wanneer niet de zeer bijzondere, langrekkige neusklank elke lettergreep getoeterd had. Toeteren is het woord niet. Nee, toeteren is het woord niet, mijn vrienden. Zeer gemoedelijk steekt de pijp nu in mijn mond. Gemoedelijker nog want de vertelseldamp in blaasjes naar de lamp. Toeteren is geen corresponderende klank voor het klarinetachtige getoton en getiti van tante Mijntje als ze bedrijvig door de gangen hippelde en haar vriendinnen aanriep.
Maar laten wij voor de duur van dit hevige avontuur, om niet te lang uw nieuwsgierigheid te kietelen, overeenkomen dat het woord toeteren hier en alleen voor vandaag remplaçant zijn voor het hoogneuzig, kermende hondachtig, misthoornig, spreekbuizig, lopende waterleidingachtig geluid van tante Mijntje, als zij liefderijk aan het praten was met Toto en Titi. Dan zwolde de poliep in haar neus met het hart in haar boezem en versmolten de nasale klanken tot sentimentele hobo-zwevingen. Als de boel opgeruimd was, het dagmeisje weg, de theepot op tafel, tukten tante Mijntje, Toto en Titi, gezamenlijk snurkend, sympathiek snurkend, zoals oude pukken en oude juffrouwen het vermogen. En na dat lekkere, heerlijke tukje dronk tante Mijntje een kopje thee met vier klontjes, wat de belangstelling had van Toto en Titi, die jarenlang hetzelfde gezien hadden. Het kamertje was knuf-knuf van zintelijke gezelligheid. Dicht op de tafel hing de lamp met een rode roos eronder voor de drupjes en een rood papieren kap erom voor de ogen. Op het theeblad, blauw en wit met een zwarte lijst, stond het komfoortje van wit porselein met vier transparante maagdelijke voorstellingen van poeslieve herderinnetjes en poeslieve herders met blote schone voeten. Naast het komfoortje was het bebloemd verlakt trommeltje met boterkoek. Daarnaast de suikerpot met klontjes, het lepeldoosje en het ene kopje. Als de lamp aan was, het komfoortje aan, het tukje gedaan en het kopje toebereid met vier klontjes, kwam het zo even vluchtig aangegeven liefderijk spreken van tante Mijntje met de twee dames in de luierstoelen. Eerst met Toto, die de lieveling was, omdat die het beste de kunstjes deed. Met een klontje tussen de uitgedroogde vingers toeterde de oude juffrouw. Chanson, wou jij wat hebben? Wou jij wat hebben? Chanson, netjes, mooi, zo, zoetonto, zoete Toto. Wat zegt hij dan? Eerst spreken. Hoe spreekt hij? Hoe spreekt de zoete hond? Rap, 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 rap. Mooi zo, zoet beest, mijn totentje, mijn schappe bappie, mijn rappe, mijn dijntje, mijn dikke wappendasje, mijn snoetje. In zuivere extase ging ze tot gebrabbel over dat niemand verstond. Klankengeroffel dat het beste aangaf haar sentiment van het ogenblik. In die opzichten, mijn vrienden, was tante Mijntje zo zuiver en zo goed sensitiviste als de grootste doodse sensitiviste onzer dagen. Had Toto het stukje suiker vergruizeld, dan was de beurt aan Titi, die minder mooi opzat. En weer sprak tante Mijntje liefdrek toeterend. Chanson, nou jij, zal jij nou eens mooi zitten? Nou, zo niet, zo, zo, en een poot. Nee, dat is het verkeerde pootje. Mag jij je linkerpootje geven? Het rechter. Nou ben je ook een zoete hond. Zoet en zoet. Open je bekkie. Oh, mijn lekkere babbe, mijn rabbetje, mijn fitte toeter, mijn randje. Oh god, oh god, oh god. Wat een dikzak. Wat een lekkere dikzak. Hebben jullie het goed bij het vrouwtje? Hebben jullie het goed? Nou, zeg eens wat. Dat was ongeveer het begin van elke avond. Zij dronk thee, las haar krantje, sprak met de honden. En als er buiten iets ritselde, sprak ze harder, nasale. Paksa!
Paksha, paksha. Bromde de dikke, logge, slaapzieke pukken. Eens in de week was er visite. Om 7 uur. Donderdags kwamen Marie en haar zoontje Benny thee drinken. Moesten Toto en Titi samen in één leunstoel, was de rustige kamertjesgezelligheid van klokkengetik, pukken, gesnurk en bescheidelijk herdersleven op het comfortje ruwelijk verbroken. Marie was een zusterskind, enige erfgename van tante Mijntje, die buiten haar pensioentje een 1200 gulden minstens op de spaarbank had. Benny was een kwajongen. Ja, ja, in werkelijkheid een kwajongen die de pukken aan de staart trok en eens in de gang een voetzoeker had afgestoken. Als nichtje Marie met Benny thee dronken, tukte tante Mijntje niet. Tukte Toto en Titi onrustig. Maar de klontjes werden met dezelfde liefderijkheid gegeven, met dezelfde extatische toespraak. Zo, zo, hoe spreekt hij? Hoe spreekt het hondje? Oh, goed zo, goed schatten met Bobby, met Waffie de Bassie. En dan nichtje Marie, lief belangstellend elke keer. Wat een snoet van een hond toch, hè? Oh, zo'n lekker dier. Oh, niet waar, maar toet hem een randje. Je zou zo zweren, meende Marie. Je zou waarachtig zweren dat ze je verstaan. Zulke verstandige ogen, zulke slimme ogen, hè, tante? Of je ze verstaan, doet de tante. Of ze je verstaan. Ze verstaan alles. Ze verstaan alles zo wijs als een mens. Of ze, die waren me rappen met tandje, met wel een bozetje. Nou kijkt u aan, tante, alsof u zou willen antwoorden, hè? Weet je wat ik zo wel eens denk? Hoofdschudde tante Mijntje ernstig, zwaar verzonken in wijsgerige gedachten. Ik denk zo dikwijls als ik met ze spreek. Zou het nou zo wonder zijn als je ze wat vroeg en als je ja zei, of als je nee zei, of dat ze zei, geef mij een klontje, wat is, zou dat zo'n wonder zijn? Zijn er niet meer mirakels gebeurd? Nou, zei Marie, dat zou wat griezelig zijn, tante. Verbeel eens dat u ze wat zegt en dat ze de mond open doen en antwoorden. Ik denk ik zou weglopen van angst. Ah. Maar ze doen het niet, zei tante. Beesten spreken niet. Ik zeg alleen maar dat ze soms zo kijken, zo verstandig, dat je bij jezelf denkt. Nou, mankeert er alleen nog het spreken aan, niet maar van mijn medassie, niet maar mijn zoete medaintjes. Op een dag moest Benny voor zijn moeder een boodschap aan tante Mijntje overbrengen. Juist wipte hij de deur binnen toen het dagmeisje eruit kwam. In de voorkamer was de lamp aangestoken. Het brandde het lichtje in het comfortje. Zaten de twee pukken slaperig te scheefleunen. Tante scharrelde nog in het keukentje. Benny begon met een greep te doen in het trommeltje met boterkoek. Propte zijn mond vol, nam nog een reep en zou door tante betrapt zijn als hij niet bij tijd in de alkoof gevlucht was. Benauwd, bang voor tante, die het zeker aan moeder zou vertellen, gluurde Benny door de kier van de deur. Tante ging gemakkelijk in de leunstoel zitten, keek lodderig naar Toto en Titi, knipte met de oogleden en zei, zo, zo,
Nog gaan we eens lekker slaapjes doen, hè, kindertjes. Hebben jullie ook slaapjes, hè? Benny, in de alkoof, die al zoveel van de pukken gehoord had en zo dik was had horen zeggen dat de tante niks zou verwonderen als zulke verstandige dieren op een goede dag antwoord gaven, had moeite om zijn mond te houden. Wat zou tante schrikken? Wat zou ze een gezicht zetten? Tante, lodderig kijkend, knikkebolde even. Maar de pukken, de dikke pukken, onrustig door neefje in de alkoof, bleven rechtop zitten. Wat is het nou, mijn rappe medaintjes? Hebben jullie dorst? Zou de vrouw water geven? Drinkies hebben, kindertjes? Op een schoteltje schonk tante Mijntje water uit de karaf en liet de honden drinken. Zo, zo, nou slaapjes doen, hè? Slaapjes doen. Strakjes een klontje, hè? Wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan? Raf, 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 raf. Goed zo. Goed. Titi ook een goed hondje, hè? Titi ook een goed hondje van de vrouw, nietwaar, Titi? Ja. Opschrikkend, met levende luistering, hoekte tante Mijntje in haar stoel. Kaatje! Kaatje? Ben je nog achter? Katja! Geen antwoord. Had ze zich zo vergist? De hond had zeker gegild. Wat een schrik, wat een schrik. De schrik zat in haar benen. En vriendelijk, lief, klaar, wakker, praatte ze nog eens met de dikke puk. Wat deed je me schrikken? Mag je zo geven, stoute hond? Wil je wel eens gaan leggen? Ja. Wat, wat? Nou had ze zijn bek zien vertrekken. Zijn zwarte glinste ogen glansden alsof hij zo wat net gezegd had. Met open mond, starrende ogen, keek ze naar de luierstoel waarin de pukhond te slaapwiebelen zat met een brede vetplooi om de nek. En voor het laatst, koud, huiverangstig, juist terwijl Toto geelde, vroeg ze: spreek jij, Toto? Geen antwoord. Goddank, ze sloot de ogen. Maar opeens, duidelijk, hoorde ze somber zeggen: geef mij een stukje koek. Tante Mijntje zakte zachtjes weg in een flauwte, uit welke zij gewekt werd door het harde luien van de deurschel. Neefje Benny stond op de stoep. Ze zoende hem haast, gaf hem 3 stukken boterkoek en vanaf die spookachtige avond werd zij lid van een mystieke vereniging van geestesbezweerders of anderszins. Herman Heijemans. Een andere veelschrijver van korte verhalen is Godfried Bomans. Ik heb een verhaal uitgekozen dat menige voetballiefhebber of niet voetballiefhebber wel zal aanstaan. De voetbalkenner. Heet het. Het gaat over een aantal interviewers die de schrijver dus met personen heeft. En in dit geval met de voetbalkenner. Tijdens de rust had ik gelegenheid onze populaire bondsvoorzitter in de kleedkamer te pakken te krijgen. Denkt u dat onze boys zullen winnen? De heer Van Wijnen glimlachte, die brede, sportieve glimlach die in sportkringen zozeer gewaardeerd wordt. Ik mag niet te veel loslaten, zei hij, maar dit wil ik u wel zeggen. Als de Belgen
meer goals maken dan wij, hebben ze de overhand. Maken wij daarentegen meer doelpunten, dan is de zege aan ons. Zo is het nu eenmaal in voetbal. Dat vergeet de buitenstaander wel eens. Wat denkt u van onze spil Bastiaanse? Een harde werker. En wat bij deze spelen zo aardig is, hij begrijpt de bal. Hij voelt waar het leer heen wil, wat het vraagt, wat het nodig heeft. Zijn moeilijkheden en noden. Kortom, zijn balbehendigheid getuigt van begrip. Hij loopt er niet als een dolle man achteraan, maar hij leeft zich in de bal en tracht hem te begrijpen. Zulke spelers hebben we nodig. Zulke spelers bezitten dat geheimzinnige iets wat wij insiders onder elkaar dat noemen. De heer Van Wijnen maakt een knipbeweging met zijn vingers. Is dat wat u dat noemt op de duur te leren? De heer Van Wijnen glimlachte. Het is niet te leren. Alleen door liefde voor en totale overgave aan de bal kan het met de jaren komen als een genade. En plotseling is het er. En dan zitten wij, insiders, op de tribune en dan zeggen wij opeens tegen elkaar: Jansen heeft het. Dat zijn ontroerende momenten in het leven van een sportsman. Het gemoed van de heer Van Wijnen schoot bij deze herinnering vol. De door het bekende oranje zonnetje gebruinde man begon als een kind te wenen. Wat denkt u van het spel van Rolhagen? Te kort, riep de heer Van Wijnen uit, de armen ten hemel heffend, te kort. Zijn voetenwerk is goed, aardig, tiktaalstakspel voor de tribune, maar het maakt de bal niet rijp voor de touwen. Wat een speler altijd voor ogen moet houden is dit. Hoe maak ik de bal rijp? Hij moet niet willen schitteren. Hij moet weten. Ik ben niets. De bal is alles. Ik moet opgaan in de bal. Ik moet mijn persoonlijkheid prijsgeven en mij als het ware oplossen in de bal. Ik moet de bal worden. Bent u zelf bal geweest? 10 jaar lang. Ik had mijzelf zozeer met bal vereenzelvigd dat mijn medespelers mij tenslotte het veld aftrapten. Wat denkt u van de linksbuiten Kersenmaker? Oh, zijn kopwerk is goed. Maar hij probeert het alleen. Dribbelen. Altijd maar dribbelen. En de keeper Rietheuvel? Geen buik. Geen buik. Ik zeg altijd tegen een keeper, gooi je buik ervoor. Een keeper moet de bal die zijn doel nadert als zijn persoonlijke vijand beschouwen. Dat is de mentaliteit. Ik heb eens een Spaanse keeper gekend die in de bal beet. Hij wierp zich op de bal en beet er een stuk uit. Onze jongens kunnen nog veel van het buitenland leren. Ja, u zult zeggen, wat geeft het om een stuk uit de bal te bijten? Niet, maar het tekent de mentaliteit. Ik heb eens in Lissabon een keeper gezien die met de bal onder zijn arm het veld afrende en hem in de kelder van zijn huis met een bijl in stukken sloeg. U zult zeggen, wat geeft het? Niets. Maar het tekent. Het schept een bepaalde atmosfeer waarvan wij insiders onder elkaar zeggen, het is er. Ik voel soms in de kleedkamer of het er is. Aan de manier waarop een speler zijn schoenveter vastmaakt. Laatst zag ik alleen het broekje van de midvoor speet aan het haakje hangen. En aan de manier
waarop dit broekje daar hing, voelde ik. Het is er niet. Voetbal gepraat. Wanneer hem geschmied. En dan hoef ik niks meer te zeggen. Pardon. Wanneer ik loop in Oldenzaal, of Middelburg, of Stadskanaal, dan komt er altijd iemand aan die vraagt, weet u de Lindelaan? Zo iemand vraagt dat met een blik vol blij vertrouwen. Maar dan zeg ik, pardon, ik ben hier zelf vreemd. En zo ontmoet ik alle dagen figuren die maar blijven vragen. Waar gaan we heen met de cultuur? En waarom is de gem zo duur? Is er nog hoop in deze tijd? Dan moet ik zeggen, tot mijn spijt, pardon, ik ben hier zelf vreemd. Komt er weer oorlog, vragen ze. Komt er nog eens een 10e mei? En heeft het leven dan wel zin? Zo ja, waar zit die zin dan in? En zijn we op de goede weg? Waarop ik altijd treurig zeg, pardon. Ik ben hier zelf vreemd, maar om u heen zijn mensen zat die altijd weten hoe of wat. Zij weten waar in dit bestaan de weg is naar de Lindelaan.